Weet je nog van Disney, die nijlpaarden in een tutu? Ik zag in die spiegel, ik zeg nee, nee. Mijn borsten hadden zo een eigen leven in bepaalde jurken, dus ik had zoiets van nee. Annemie op de nacht van de Vlaamse televisiesterren. En dit keer geeft zij de prijzen weg. De Nacht van de Vlaamse Televisiesterren is niet alleen een kwestie van wie trekt de mooiste jurk aan op de roddeloper. Het is natuurlijk ook een kwestie van zoveel mogelijk sterren binnen te halen. Nu, er zijn een aantal bekende Vlamingen die buiten de prijzen vallen, maar daar steken wij een stokje voor. Wij nemen vandaag zelf de sterren mee. Want die prijs gaat naar u twee, hè? Naar Tom Testrom. Ik denk het niet. Het is een derde keer dat we genomineerd zijn. Dus ik denk dat Astrid Brian wordt. Dat is de derde keer goede keer, toch? Maar we gaan weer vloeken vanavond, denk ik. De vorige keer was Lukaku. Hè? Ja, wij staan bekend als de losers van reality eigenlijk. En dat is een van de mooiste koppels van Vlaanderen. Dank u. Paul en Pascal. Daar gaan we mee. Voor wie gaan jullie vanavond heel hard supporteren? Als lid natuurlijk van het bestuur mag ik dat niet doen, hè? Dat is waar. Maar ik ben geen lid, dus ik ga voor Luc opzetten. Luc Allo. Die achter de tralies heeft gezeten? Inderdaad, ja. Hij zat daar goed, denk ik. Maar ik vond het ook een heel mooi programma, dus hij mag voor mij winnen. Ik ga hem er even bij halen. Luc, kom je er even bij? En Sandy. Luc, van Paul en Pascal mag jij gewoon winnen. Is het waar? Moet je winnen. Een lifetime achievement award van nu is het genoeg geweest. Ja. Stop met alles. Stef Wouters, ga jij vandaag in de prijzen vallen, eindelijk, dit jaar? Dat weet ik toch niet. We hopen dat toch? Ja, een beetje wel. Maar echt belangrijk is het eigenlijk niet. Ik hoop het wel. En als het niet zo is, dan zal wie het ook wint het ongelooflijk verdiend hebben, want dan heeft hij ons geklopt. Dus, is dat toch niet vloeken als je dan weer hoort dat het weer al naar het journaal gaat, terwijl het nieuws het evenzeer verdient? Dat is zo, dat weten wij. Dat weten ook de collega's van het journaal. We gunnen dat elkaar wel. Zij zijn groter dan wij. Dat is nu eenmaal zo. Dat telt ook mee. Maar wat voor ons belangrijk is, is dat we van elkaar weten dat we elkaar opjagen. Dat we goed nieuws maken allebei. Dat we er allebei beter van worden van die scherpe concurrentie. En dat is plezant. En hier vanavond zijn we eigenlijk gewoon om nog eens samen een pint te drinken. Limburg boven, zeggen ze dan, hè? Ja, in dit geval absoluut, hè? Is dit nu de avond van het jaar voor jullie? Ja, toch wel een speciale avond en ook heel fijn dat die avond dan net in Hasselt is, in Limburg. Ja, want jij gaat waarschijnlijk een ster halen. Waarschijnlijk, natuurlijk gaat ze een ster halen. Bescheiden zijn we wel niet. Ja, wij hopen dat we met het journaal opnieuw een ster kunnen winnen. Ja, maar zijn jullie toch al elk jaar in geslaagd, denk ik? Dus... Het zou wel verdiend zijn, natuurlijk. Hè. Waarom zijn jullie beter dan het VTM-nieuws? Oh, die mag jij doen. Oh, ik weet niet zozeer of het beter is, maar ik denk dat de mensen ons gewoon geloven en vertrouwen en ja... Dat het dat gewoon is. Hey, dames, jullie collega's van de Rijerslaan gaan er weer vanuit dat ze gaan winnen. Ik zeg, dit jaar is voor jullie. Wat denken jullie? Absoluut, wij gaan winnen. Wordt niet eens tijd? Oh, het wordt zeker tijd, ja, absoluut. Wat denk jij? Ik denk dat er een mooie mix is. Ik denk dat, als ik het zo zie, dat de drie zenders heel mooi vertegenwoordigd zijn. Dus ik denk dat het goed komt. Maar dat feestje komt er sowieso, ook al halen jullie die ster niet. Charlie's Angels. Are ready to go. Of course. Hallo! Onder de noemer, who's hot? Ja, she's hot, hè. Very hot. Daarom die hot, hè. Ja. Van wat is het, Valérie? Philippe Plein. Ongelooflijk, hè. Ze glittert, ze glanst van kop tot teen. Ja, ik heb het goedgekeurd en dat gebeurde in een split second. No, ja, ik zou ook niet twijfelen, inderdaad. Maar nu komt het moment. Koen, jij weet het, hè. Ik zeg dat al jaren, hè. Jij gaat vandaag winnen. Ja, je zegt het al jaren, het komt nooit uit. Luister, wie zijn de concurrenten? Ik zal ze benoemen. Hè. Het is Erik van Looy, ja. Die altijd spiekt op zijn spiekbriefje. Je hoeft het niet te bevestigen. Het is Paul de Leeuw, een arrogante Hollander. Oh, dat is niet waar. Jawel, dat is wel waar. En wacht, help mij nu eens met een derde. Wie is nog? De Lieve van Gils. En de Lieve van Gils, dat is een brave. Oké, als ik het iemand gun, dan hem misschien nog?
Ja, ik gun het aan de anderen ook. Maar ik wil het wel eens winnen, hoor. Ah, wel? Maar je zegt dat elk jaar en ik win hem nooit. Dus hadden we nu gezegd, volgens mij gaat hem dit jaar weer niet halen, dan denk ik dat mijn kansen verhoogd waren. Uw broer Koen Wouters. Die mag wel eens winnen, hè? Ah, wel. Ja, dat wilde ik nu juist zeggen. Dat vind ik ook. Ik vind dat ook. Hoe komt het dat hij nog altijd niks heeft gewonnen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat misschien de prijs beste presentator vaak wordt door mensen aan hun stem wordt toegewezen aan mensen die een toffe presentator zijn of een speciaal programma presenteren. En dat ze misschien niet meteen kijken naar wat is de waarde van iemand als presentator. Ik vind de Koen al 100 jaar gewoon een supergoeie presentator. Maar natuurlijk, als Erik van Looy dan een fantastisch seizoen Slimste Mens doet, dan valt dat gewoon iets meer op en dan wordt dat natuurlijk makkelijker gestemd. Ik snap dat ook heel goed. Maar ik vind dat Koen wel eens beloond mag worden voor al die jaren fijn presenteren. Speciaal voor Koen heb ik een chocolade ster voor beste televisiepresentator van het jaar. Ik heb al gewonnen. Het moet nog beginnen. Superlief, superlief. Superlief. Ja, het moest, hè. Kijk. Ah, wel, mijn avond kan niet meer stuk, dus ik heb al, zoals je vorige keer ook zei, ik ga sowieso al met de schoonste trofee naar huis. En nu heb ik er nog één bij, in chocola. Zo lief. Beste presentator, hè, Marcel. Beste presentator, hè. Je hoorde Marcel. Gekregen. Ja. Het wordt tijd dat hem dat eens krijgt. Ik zei dat ook. Het enige vervelende is dat ze geeft die chocola aan iedereen die hier passeert. Hè. Yo, hey. Jij mocht die nu meenemen en opeten, speciaal voor jou laten maken door Boon. Het is bovendien nog een beetje assortie met mijn pak ook. Ja, maar het is wel goede chocola, echt. Dat is wel top chocola. Let maar op, want ze gaan pikken, hè? Nee. Ik ga die zelfs in mijn... Om te racen, ja. Ik zet die zelfs in mijn notto. Goed. Wat zie je er weer geweldig uit. Het was koud buiten, amai, zeg. Ja. Waar vind je dat nog zo mooi? Ja, echt, dat wil je niet weten. Hoe lang heb jij moeten zoeken naar de jurk voor vandaag? Ik heb er normaal zo één jurk, oh ja, die past wel, die is goed. Ik voelde me op een bepaald moment, ik zei het juist tegen mijn vriendin, zo, weet je nog van Disney, die nijlpaarden in een tutu? Ik zag in die spiegel, ik zeg, nee. Dit was nog deftig. Mijn borsten hadden zo een eigen leven in bepaalde jurken. Dus ik had zo van, nee. Dit is echt een zwangerschapsjurk? Nee, helemaal niet. Fantastisch. Dat is een maatje meer. Dat is gewoon een 38. Dat is geweldig. Dag Katja. Hallo. En Boelie. Ja, Boelie is er ook bij. Ja. Hoe lang gaat Boelie nog blijven zitten? Normaal gezien nog 4 weken. Oh, denk je dat die gaat sneller komen? Nee. Eerlijk gezegd, bij mijn vorige twee ben ik er ook gigantisch overgegaan, dus ik vrees ervoor. Ik heb wel nog nooit zo'n zwangere dame zien glanzen in zo'n jurk. Is dat een gewone jurk of een zwangerschapsjurk? Nee, het is een gewone jurk. Ja, ik maak daar een soort wedstrijd van, hè, om zo lang mogelijk geen zwangerschapskleren te dragen. Ik ben goed bezig tegenwoordig. But she's my friend. She's my friend. It's all about the dress, hè? Toch tijdens avonden als deze. Wat heb je aangetrokken? Wel, momenteel zijn zo die colorblocking heel hard in de mode. Dus een fluoroze jurk met rode accessoires. Is van bepaald merk? D-squared jurk en de schoenen en de sacoche van Jimmy Choo. Je hebt zwaar kosten gedaan aan Leslie-Ann. Goh, dat valt nogal mee. Dat valt helemaal niet mee. D-squared, ik doe een gok, hè. 1000 euro schoenen Jimmy Choo, 800 euro sacoche, nog 600 euro. Voor vanavond mag dat al wat meer zijn, hè. Heb je gezegd thuis, Benjamin, geef mij eens je bankkaart mee. Benjamin is gaan skiën. Dus ik heb ook recht op een verzetje, toch? Vestimentair kan dit wel tellen, beste Davy Brokatus. Jij dacht van, ik zal spetteren op die loper. Ja, met vanavond de Vlaamse televisiesterren. Ik heb al een ster gewonnen. Het was niet in de categorie die ik zelf voor ogen had. Vandaag zijn we genomineerd. Dus waar, zeg eens even welke ster je al ooit hebt gewonnen voor? Slecht geklede BV. Wie is dat uitgedeeld eigenlijk? Ja, Peter van de Veren natuurlijk. Een schande. Ja, allee, ik bedoel, ik probeer altijd alles assortie te doen. Hè. Wit. Allee, ja, bedoel, hè. Het is misschien niet conservatief of niet gebruikelijk. Het is wel gedurfd. Voilà. Hey, kleine, moet ik dan
zeggen, hè? Ja, ja, dat moet je zeggen. Ben je klaar voor je ster? We zullen zien. Maar jij krijgt die. Is het waar? Maar ja. Het is al niet spannend meer eigenlijk. Maar ben je zelf een beetje zenuwachtig? Nee, niet echt eigenlijk. Nee. Vind je dat iemand hem meer verdient? Ik vind dat Dirk hem moet krijgen, ja. De kloot. Omdat hij de grootste klootzak is van jullie allemaal? Nee, omdat hem zo een kloot speelt en toch zo sympathiek overkomt. En ik vind dat fantastisch gespeeld. En ik vind dat, ja, ik vind dat echt verdiend. Jij is een toffe klootzak eigenlijk. Dank u wel. Jij gaat winnen, hè. En veel vandaag. Dat weet ik niet. Niet zo bescheiden, Dirk. Nee, dat weet ik niet. Iedereen zegt het. Ja, hoogmoed komt voor de val. Ik heb wiskundige afdeling gestudeerd. Dus een van de vier is 25%. En als je meer antwoordt, ben je gebuist. Dus 25%. Jullie dames van Klam, jullie mogen er zeker bij komen. Want dit wordt jullie avond, toch? Dat zullen we zien, hè. We zijn al heel blij dat we genomineerd zijn. Maar... En vaak genomineerd, hè. Jij voor beste actrice, jij voor beste actrice. Dan nog twee heren, beste acteur. Dan nog drama en populairste televisieprogramma, denk ik. 6 keer. Dat is fantastisch veel, hè. Dat is fantastisch veel. Maar wij zijn vooral tevreden dat we nog eens samen kunnen zijn. Alle gelegenheden zijn goed. En ik hoop uiteraard, wij hopen allemaal dat er mensen zullen gestemd hebben. Ik vind dat de reacties overal zeer goed waren over Klam. Dus ik vind dat al zeer veel, hè. Absoluut. Jij gaat wellicht een prijs halen? Ik kom hier vooral gewoon wat genieten. En die prijs winnen, dat is echt onnodig om te zeggen, maar dat hoeft echt niet voor mij. Ah, dat is flauw, hè? Nee, dat is niet flauw, want ik vind het al heel leuk om gewoon genomineerd te zijn. Dus, beste comedy gaat het, hè? Waarschijnlijk wel. Ja, dat hoop ik natuurlijk wel dat we dat winnen, hè, voor het programma. Maar gewoon voor mezelf vind ik het al prima om hier gewoon te zijn. I can see the sun coming up and I need it. Is hij zenuwachtig geweest, zo naar aanleiding van... Ja. Ja. Omschrijf zijn gedrag vandaag eens. Gewoon een beetje kiep zonder kop. He? Ja, een beetje wel, ja. Gezonde stress. Ik ben nog gelukkig met mijn hond gaan wandelen in het bos en zo een keer op mijn gemakje. En dat had ik wel nodig, want het was zo... Ja, je weet, vorig jaar er zo onverwachts 3 meegepakt, dus die druk is er opeens zo. En die was er andere jaren niet. Zeg, je bent zo chic vandaag. Is dat ook jouw gewone doen als je uitgaat? Tuurlijk. Nee, tuurlijk. Absoluut niet. Ik stond daar net nog hout te kleven en nu heb ik maar dit aangedaan. En wie heeft de grootste split van heel televisieland? Geen idee. Ik niet, hoor. Sorry, de grootste split, denk ik. Zo? Voorlopig wel. De grootste rugdecolleté. Oeh, draai je ons om. Dat heb je nog niet gezien. Oh my god. En welke slip draag je daarom? Ja, ik heb er wel een kantenslip onder. Ja. Dat is moeilijk, hè, bij zo'n kleedje. Ja, dat is echt moeilijk, want je mocht dat moet een beetje los zijn, zodat dat niet aftekent, zodat je dat niet te veel ziet zitten. Is niet evident. Maar hey, even, je ziet er beeldig uit vandaag. Het is een beetje kant, het is een beetje zedig. In vergelijking met jou is het... Nee, het is heel mooi. Echt waar. Alle merci. Ga je straks een feestje bouwen? Oh ja, zeker. Maar echt vet feestje bouwen? Ja, tuurlijk. Het is maar 1 keer per jaar de televisiesterren, dus ja... Alright, ik zou zeggen, geniet ervan, hè. Dankjewel. En straks tot op de dansvloer, hè. Oh, ga jij ook dansen, trouwens? Ja, ik ga dansen. Ik ga met Kevin de opening doen van de show. Oei, en zenuwachtig? Nee, dat komt straks nog. Je kan vallen, hè. Zeker, maar dat is ook grappig. Dat is ook goede tv, hè, toch? En dat is smerig dat ik dat zeg, toch? Maar nee, dat is gewoon de waarheid. Maar jij komt daarmee weg. Dat weet ik niet, maar laten we hopen dat het niet gebeurt, Sanemi. Laten we hopen dat het niet gebeurt. Het gaat niet gebeuren, Eline. Je gaat dat voortreffelijk doen. Let's hope so. Welkom bij de 6e nacht van de Vlaamse televisiesterren, live vanuit Hasselt. En de winnaar is... Dirk Raaptaas! Het is nu vooral een kwestie van heel veel felicitaties en ontvangst nemen en terecht. Je was nog een beetje bescheiden aan het begin van de avond, maar het is gelukt, hè? Ja. Hoe blij ben je? Ik ben heel blij. Ik ben ook heel blij voor de ploeg dat we die 2 andere prijzen nog in de wacht hebben gesleept. Klam. Ik vind het nogal straf, want dat had ik nu eigenlijk niet verwacht. Omdat wij toch op maandagavond werden uitgezonden met 400.000 of 500.000 kijkers minder. En dan bijvoorbeeld Quiz Me Quick.
Dat vond ik wel straf dat dat dan nog haalt, terwijl ze 500.000 mensen minder dat gezien hebben. Dat vond ik echt straf. Daar heb ik mijn wenkbrauw van opgetrokken. Dus, zoals afgesproken. Ja. Ja, je hebt niet gewonnen, hè? Nee, maar ik moet keihard pissen. Dat is niet erg. Nee. Hoe komt het dat je niet hebt gewonnen? Omdat Dirk gewoon de mooiste rol van het jaar gespeeld heeft. Zoals ik daar straks zei, in uw voorstukje misschien, qua montage. Nou, hij is helemaal mee. En waarom moet je zo dringend plassen? Heb je zoveel gedronken? Ja, ik heb toch wel, ik heb wel veel gedronken. Heb je nog... niet te veel, hè? Heb je nog tijd en zin voor een ster? Voor een ster? Ja. Een hele kleine dan. Deze? Maar allee, jij verdient een ster. Ik vind van wel. Het is chocolade, Geert. Schitterend. En ik sta op regime. Oh, voor een rol. Maar ik zondig met heel veel plezier voor u. Dus bij deze kleine. Ga dat opeten. Merci, ja, dikke. Ja, het zal wel. Hoe dikke? Vind ik dik of wat? Nee, dat is ironisch bedoeld. Oh. Hè? Heel slanke, mooie, aantrekkelijke vrouw. Zeg, het is goed geweest. Ik zou zeggen, deel het met de rest van de klant. Jullie hebben trouwens kei veel prijzen wel gewonnen. En terecht. En terecht. Oh. Nou, nee. Nu hoor ik u praten. Maar nee, ik heb het niet geschreven. Ik heb alleen meegespeeld. Maar ik vind het echt terecht. Hè? Het zijn allemaal fantastische namen. Maar ik spring een gat in de lucht. Want de winnares is Tine Embrecht! Yeah! Tine Embrecht schitterde in Quiz Me Quick en Tegen de Sterren op. Het alter ego van Gwendy en Dana Winnen mag dan ook terecht haar eerste Vlaamse televisiester in ontvangst nemen. Het is al kapot, hè? Nathalie heeft dat kapot gemaakt. En nu ga je niet ruilen met haar? Nee, want hier staat mijn naam op, dus ik kan niet ruilen. Maar ik ga het even plakken met Priet. Of Patex. Ja, dat kan. Of secondenlijn beter. Had je het verwacht? Nee, natuurlijk niet. Dat is super raar. Ik was al oprecht blij met die nominatie, omdat dat toch... Ja, het feit dat dat de sector is die stemt, dat is natuurlijk geweldig. Dat ze dat appreciëren wat je doet. Dus daar was ik echt al super blij mee. En ik vond de andere drie genomineerden ook zo sterk. Dus nee, ik had het niet verwacht. Ik heb het toch gezien. Ik stond te trillen. Jij stond absoluut te trillen. Jij kwam er nog van een voorstelling? Ja, ik heb nog gespeeld. En ik ben echt zo Hollywood geweest. Zo na de voorstelling van de scène, op in de auto gesprongen. En ik heb daar gauw mee geschminkt en omgekleed. Dus het was wel een avontuur. En de winnaar is Tom Testrom. Dus derde keer, goede keer. Ik ben zo content dat ik van zijn gezag van dat gewoon van Lukaku. Een heel jaar hebben we dat moeten horen. Een heel jaar. En het is toch wel gebeurd, zeker? Ja, het is gebeurd. Het is gebeurd, eindelijk. En je dacht echt, het zal mij nooit lukken? Nee, maar echt. Hè. Ik dacht, weer een seizoen klimmen en springen en nog eens... Nee, dus nu stoppen we, definitief. Hij was gewoon ontroerd, hè? Ja, maar eindelijk. En jij verdient dat, hè. Hij heeft er zoveel voor gedaan dit jaar. Er is niemand van alle genomineerden, van alle mensen die de prijs hebben gewonnen, die er zoveel hebben ingestoken. Dat is een Tom. Ja, Mieke, mijn vriendin thuis, maar dat weten weinig mensen soms. Moest er een ster zijn voor Best Supporting Wife, schat, dan is er een voor u. Merci. Zeg, het was heel schoon dat je uw madameke Mieke hebt bedankt. Ja, maar dat zijn dingen die mensen dikwijls vergeten, die mee mijn dieet moeten volgen. Eerst mijn vetmesten, dan met terug doen diëten, dan... Als ik die niet heb, dan kan ik dat programma gewoon niet maken. Zeg, waar is uw trofee eigenlijk? Ik mis hem wel. Afgepakt, ik hoop dat ik die terugkrijg. Die zet je kwijt, hè? Nee, ze brengen die terug. Ik krijg nu een chocolade. Ik heb dat gezien, hè? Echt waar, ik krijg een chocolade. En de winnaar is... Het Journaal. Die ster voor de vijfde keer winnen, dat is natuurlijk prettig. Ik zou liegen als ik het tegendeel beweerde. Wij zijn daar heel blij mee. En toch zou ik ze willen delen met de andere genomineerden en met al die andere nieuwsprogramma's die er bij ons op de VRT gemaakt worden. Dat zijn eigenlijk allemaal winnaars, vind ik. En ik zou de ster ook willen delen met de collega's... van de commerciële zender, want ook zij maken elke dag een ongelooflijk goede nieuwsuitzending. Het is geen ster geworden. Jawel. Eigenlijk wel. Het is een ster met EI, dus dat is heel mooi. Hè? Dat zei Martien Tangen. Hè. Eigenlijk mag het af en toe naar jullie komen ook. Het is een stralende en heel verdiende ster voor Martien en voor het journaal. En het is heel fijn dat ze het deelt. Allee, dat is heel chic, echt waar. Maar ze hebben hem gekregen en ze hebben hem ook dik verdiend. Ja. Wij zijn in Vlaanderen ongelooflijk verwend met de goede nieuwsuitzendingen die je bij ons kunt zien. En jullie kunnen kiezen
naar welke jullie kijken. Het doet ons ongelooflijk plezier dat jullie met heel veel naar ons kijken. Maar wat mij betreft mag deze ster rondreizen van de ene redactie naar de andere. Een reizende ster met korte ei. Maar weet je wat ik nu vind? Maar dat... En hij ziet er echt uit om op te eten. Het is een chocoladester. Oh. Met voet en al. Je kan er helemaal aan knabbelen, van kop tot teen. Zeker dat ze deze willen ruilen. Ja, ik denk dat ook, maar ik zou dat niet doen, want die is gewoon veel te lekker. Maar jullie moeten hem wel een beetje gaan delen. Hè? Ja, absoluut, ja. Het was gewoon een kwestie van... Dit wordt geen reizende ster met EI. Het is heel speciaal dat ik hem mag geven. Het is zo verdiend. Mijn grote voorbeeld, Martien Tange. Hoe dankbaar bent u dat u hier staat? Vorig jaar was u er helaas niet. Hebben ze een prijs opgedragen aan u. Maar nu is het toch heerlijk om dat zelf in ontvangst te kunnen nemen. Ik ben inderdaad blij en dankbaar dat ik er nog ben. En ja, dat heb ik te danken aan mijn dokters. U zei ook. Ja. En ik zou... ik wil dat eigenlijk opdragen aan al die vrouwen die elke dag opnieuw zijn er, komen erbij, die dezelfde boodschap krijgen die ik gekregen heb. En dat overvalt je. Je komt van de ene op de andere dag in een totaal andere wereld terecht, waarvan je waarschijnlijk nooit gedacht had dat je erin terecht zou komen. En je staat voor een lange weg die moeilijk is, zwaar en donker. En toch... Op een dag komt daar een eind aan. En dan lijkt het alsof het niks was. Toen ik opnieuw ging werken op 3 september, was het alsof ik daar de avond tevoren de deur achter mij had dichtgetrokken. Dat was heel vreemd. Ik kwam ineens weer terug in die warme omgeving die ik kende, waar ik 10 maanden niet geweest was en waar ik meteen ook weer voelde van, ik hoor hier. Hier ben ik, hier voel ik mij goed en ik voel dat ik welkom ben en dat de mensen mij niet vergeten zijn. Maar ik heb ook geleerd, ziek zijn leert je professionele bescheidenheid. Het is heel fijn als mensen zeggen, we hebben je gemist of we missen je, maar dat doet deugd om dat te horen. Maar niemand is onvervangbaar. Maar wij zijn wel heel blij dat jij gezond en wel terug bent. Dank je wel. En ik hoop dat u nog heel veel mooie sterren mag ontvangen, echt waar. Dank je wel, dat is heel lief. En de winnaar is... Lieven van Gils. Lieve, het is dan toch de moeite om elke avond zo lang wakker te blijven en zo hard te werken. Ja, wie had dat gedacht, hè? En hoe blij? Ja, ik ben ongelooflijk blij. Ik ben compleet verrast. Ik had echt niet verwacht. Hoezo? Wie had je dan wel daar zien staan? Als concurrenten... concurrenten zijn er niet. Zijn fantastische collega's. Koen Wouters, Paulo Leo en Erik van Looy. Die gasten kunnen alles... Die kunnen wel een trap afkomen als het moet. Ik kan alleen maar goede vragen stellen. Wel, en dat is heel veel, de juiste vragen stellen. Ja, blijkbaar. Dat is ook heel belangrijk, blijkbaar. En dan de appreciatie van de mensen en van de collega's heb ik vandaag heel goed gevoeld. Goed, ik ga nu de enveloppen openen. En in Duitsland zeggen ze Aufmachgebitte. Goed. Nathalie Meskes! De vertolking van de extravagante advocaat Danny Lewinsky en de straffe imitaties in Tegen de Sterren op leveren Nathalie Meskes de hoofdprijs van de avond op. Zij is de populairste televisiepersoonlijkheid van 2012. Gewoon het meest populaire mens van 2012 en 11 en 10 en eigenlijk al van 2002 of zo. Wanneer was Kaat en Koop TV? Oh, dat was 10 jaar geleden, ja. Ben je blij voor haar? Dit is mijn... Ja, natuurlijk ben ik blij voor haar. Dat zo is zat, nogal een persoonlijkheid. Zat de pisse zegt er wel een prijs. En bij Nathalie zit je nog maar 100ste van haar persoonlijkheid. Hè? You don't want to know. Je kent haar heel goed. Go there. Nee, proficiat, mijn schatje. Mm. En volgend jaar een beetje... Zeg, en vind je het beeldje nog mooi? Of heb je zoiets van, man, dat lelijk ding mogen ze wel achterwege laten? Nee, allee,
er zijn misschien mooiere ontwerpen te verzinnen, maar ik hoop vooral dat de ster erop blijft. Want ik gaf er juist Tine Emmerichs een knuffel en ik stoemde die van haar er al af. En bij mijn twee vorige zijn die er ook al af. Oei, dat is niet van de beste makelij. Goh, denk het niet. Maar het is wel de eerste keer dat je dat als brunetten hebt gewonnen, hè? Hey. Ze zeggen blondes have more fun, maar dat is dus echt niet, hè? Sorry. Proficiat. Dank je. Dit was Ching Ching. Graag tot volgende week.